De opbouw van Roze Zaterdag is van start. Aankomende zaterdag organiseert de stad Groningen het landelijke evenement dat in het teken staat van ontmoeting en emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Vandaag is de organisatie begonnen met het opzetten van verschillende podia in de binnenstad. We zijn vandaag officieel begonnen met het opbouwen van de Roze Zaterdag. Het podium wordt nu neergezet op de Grote Markt. En daarnaast komt de rest eigenlijk. De barren worden morgen bijvoorbeeld neergezet. Wij als organisatie focussen ons wel het meeste op de Grote Markt. Dit is echt ons podium, zeg maar. De Zwanenstraat heeft bijvoorbeeld ook een street party. Dat valt onder de Pride Groningen. Dus die bouwen we ook op. En Museum aan de Aa, dat zijn eigenlijk de drie podia die we gaan bouwen. Het programma bestaat onder andere uit de Pride Walk vanaf de Ossenmarkt, de Roze Viering in de A-kerk, een informatiemarkt en natuurlijk allerlei muziek. We hebben afterparties, er zijn wat activiteiten in de Social Hub, aan de Boterdiep. En ik vergeet er nog heel veel, denk ik, maar de Grote Markt is wel de place to be. De grootste tip en de leukste act, denk ik, is wel Willeke Alberti, die hier zaterdag om 6 uur gaat spelen met liveband. Verwachten jullie veel mensen die hier komen? Ja, ik denk dat het echt een volle markt gaat zijn zaterdag. Ja.